Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Roel Andringa Boksen, docent en natuurkundige en tevens auteur van het boek Goddelijke Patronen. En daar gaan wij het met elkaar over hebben. Yes. Roel, welkom. Ja, dankjewel. Superleuk om hier te zijn. Ja, nou, heel fijn dat je bent gekomen. Ik heb je boek toch de nodige inspanning, moet ik eerlijk bekennen. Okay. Ook wel met allerlei vragen, maar ook zeker ook, het heeft me inzicht verschaft, maar ik heb het gelezen. Met daarbij ook toch regelmatig ook toch wel de vraag, goh, wat is nou de achtergrond van deze man? En, okay. En dan lees ik op de achterflap dat jij natuurkunde heb gestudeerd, Rijksuniversiteit Groningen, kwantum, zwaartekracht, kosmologie, daar ben je op gepromoveerd. Ja, klopt. En daarnaast volgde je vakken Hebreeuws, Midden-Oostenstudies en was jarenlang actief bij het Groningen Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Ja. Ja, tegelijkertijd wanneer ik je boek lees, dan is het duidelijk dat waar het gaat om levensbeschouwing, je nou niet zomaar een type christen bent dat de Bijbel letterlijk interpreteert. Nee, en überhaupt geen christen hoor. Nee. Het was voor mij echt, het christendom was voor mij echt een in het begin schopte ik daar wel een beetje tegen. Een beetje was ik een recalcitrante puber. Maar op een gegeven moment toen ik die studie natuurkunde ging doen, dat was allemaal super interessant. Maar ja, het gaat alleen maar over dooi materie. Ja. Dus ik wou op een gegeven moment ook wel een klein beetje verdieping en verbreding. En eens een keer wat andere mensen ontmoeten. Ook eens een keer in een stadcollege volgen. Dus ik dacht van, weet je wat, dan ik wil altijd al een andere taal leren. Dus dan ga ik gewoon Hebreeuws erbij studeren. En toen werd ik ook lid van dat Groningen Studentenplatform. Dat was echt een liberaal. Ja. Vrijzinnig platform voor levensbeschouwing, waarin heel veel filosofie cursussen werden aangeboden. Bijvoorbeeld cursussen over Charles Taylor en noem maar op. Ja. Maar ook over christelijke dogmatiek. Allemaal van dat soort dingen. En ik moet zeggen, dat heeft mijn beeld toch wel heel erg verbreed en verrijkt. Ja, ja. Ik zeg het ook omdat er. Je bent niet een soort met een atheïstische. Kruistocht bezig, maar tegelijkertijd ben je wel uitermate kritisch. De ondertitel van je boek, Apofenie in de pseudo-wetenschap en het christendom. Ja. Ben je bijzonder kritisch op allerlei manieren waarop ook binnen die christelijke traditie. Ja, het is dus geen atheïstisch manifest geworden, absoluut niet. Nee. Want die boeken zijn er al, Richard Dawkins, Emma Phillips trouwens. Ja. Hele mooie boeken hebben die geschreven, maar dat was er al en dat wou ik niet nog eens dunnetjes overdoen. Ja. Wat mij veel meer interesseren was dus die rol van doorgeschoten patroonherkenning. Ja. Aanvankelijk alleen in het christendom, want zo was het boek geschreven. Maar toen ik het uiteindelijk voor de uitgever opnieuw ging herschrijven, toen kwam die replicatiecrisis er nog bij. En dan zie je dus dat het ook in de wetenschap is doorgedrongen en dat het een veel breder fenomeen is. Ja. En dat het dus niet alleen een doorgeschoten patroonherkenning in het christendom is geworden, maar dat het dus zelfs wetenschappers daar onhevig aan zijn. En dat is wat mij zo fascineert. In behoorlijke mate ook. Maar misschien goed voor de kijker ook, dat we daar eens beginnen. Dat is ook de opening van je boek, hè, meteen. Goddelijke patronen, maar toch de neiging van de menselijke geest eigenlijk om de wereld om zich heen in patronen te ordenen. Ja. Ga daar eens, werkt het nog eens wat verder uit. Ja, dus de basis van wetenschap is natuurlijk patronen vinden. Dat is wat wetenschap doet. Ja. Alleen onze menselijke geest is heel erg geneigd om meer patronen te zien dan die er eigenlijk zijn. Mm-hmm. En dat is het standaard evolutionaire voorbeeld daarvan wordt gegeven van, als je de bosjes ziet ritselen, dan kun je beter 10 keer onterecht denken dat er een tijger achter zit, dan dat je 1 keer onterecht denkt dat er geen tijger achter zit. Dat is een beetje de evolutionaire verklaring daarachter. Maar het blijkt dus dat mensen een enorme voorkeur hebben voor patronen zien. En dat uitzicht bijvoorbeeld in astrologie. Hè? Als jij naar de sterrenhemel kijkt, dan ga je op een gegeven moment vanzelf patronen zien. En ook in bomen. Ik heb een voorbeeld in het boek opgenomen. We wonen vlakbij een bos. En op een gegeven moment zie je gezichten in zo'n boom. Hè, dat noemen we een pareidolia. Ja. Dat zijn dus fenomenen waarin we eigenlijk dingen zien. Waarvan we vervolgens gaan denken van, dat kan toch geen toeval zijn.
En dat is een beetje mijn definitie van apofenie. Het is doorgeschoten patroonherkenning. Dus patronen zien die er niet zijn. Maar dan wel in combinatie met het argument van, hey, dit kan geen toeval zijn. Ja, en daarvan zijn de legio. Ja. Bijvoorbeeld astrologie is een prachtig voorbeeld. Bij astrologie zeggen mensen vaak van, nou, die karakteromschrijvingen. Ja, dat kan toch geen toeval zijn dat dat zo mooi is. Ik denk ook dat dat geen toeval is, hoor. Maar we gaan want die discussie die voer je maar zijdelings. Ja. Ik denk dat zou wel heel interessant zijn om die uitvoeriger te doen. Maar, want ook als je kijkt naar het ontstaan van de sterrenbeelden, dan heeft het ook weer met de seizoenen te maken en zo. En gaat het om een eigenlijk opdeling van de hemel in 30 graden. En niet zozeer om... Maar goed, dat is een aparte thematiek. Ja. Je refereert, en dat is denk ik heel, heel belangrijk, hè? Dus ook zowel aan religie als aan wetenschap, als aan pseudowetenschap. Ja. En overal keert hetzelfde verschijnsel terug. Hè? Het is ook niet dat je daar per definitie tegen bent. Hè? Dat is... dat zou ook heel gek zijn eigenlijk. Ja, nou ja, het heeft wel bepaalde nadelige kanten. Je ziet bijvoorbeeld nu, nou, onlangs weer natuurlijk de aanslag op Trump. Hè, dat bijvoorbeeld een Efeze-tekst erbij wordt gesleept. Ja. En dat eigenlijk bijdraagt in een soort van vergoddelijking. Hè? Dat Trump op een soort van goddelijke missie is. Hè? Dat hij niet voor niks gespaard is. En dat mensen dan het tijdstip gaan pakken. En dan zeggen ze, hé, maar in de Efeze-brief, hè, op dat precieze tijdstip, dat tekstgedeelte, daarin staat iets van, ik zal mij wapenen of iets dergelijks. En dan, nou, dat kan toch geen toeval zijn. En huppakee, daar heb je het al. En wat mij dan fascineert is dat als je dat aan mensen voorlegt, die zeggen, nou, de meeste mensen zullen zeggen van, nou, koekoek. Terwijl die manier van denken, dus teksten uit hun context halen en vervolgens op een hedendaagse situatie toepassen. Ja. Dat is dus iets wat ik denk, wat ook een enorm belangrijke rol in het ontstaan van het christendom heeft gespeeld. Ja. En dat fascineert mij zo enorm. Ja. Die, daar komt dus ook iets van, laten we zeggen, je eigen levensgeschiedenis in terug. Hè? Want ik vroeg mij wel af van, toen ik het las, van voor wie schrijf je nou precies dit boek? Ja, dat is een hele goede vraag. Want het is ook niet per se hele makkelijke materie, hè? Nee, klopt. Het is niet goed als je kalf is. Ik heb echt wel regelmatig een zin moeten lezen en herlezen. Terwijl aan de andere kant... Heb je een soort hele vlotte stijl. Refereer je aan allerlei dingen uit de populaire cultuur. Ja. Van games. Van Games of Thrones. Van Robocop. nou ja, van alles en nog wat komt voorbij. Ja. Ook in je taal is het bijna geschikt voor de jeugd. Je hebt ook natuurlijk een onderwijsachtergrond. Mm-hmm. Ja. Maar er zitten ook gewoon hele pittige stukken in. Wat ik echt heb geprobeerd. Kijk, als ik een boekenwinkel binnenloop, dan kijk ik wel eens van, goh, wat voor boeken zijn er geschreven? En vooral ook, wat is er nog niet geschreven? En ja, dit boek, de rol van doorgeschoten patroonherkenning, maar dan verschillende aspecten. Dus verschillende invloedrijke aspecten die onze samenleving hebben gevormd. Ja. Dus wetenschap en religie. Mm-hmm. Ja, ik dacht, dat is er nog niet. Kijk, ik had heel makkelijk natuurlijk een boek over de replicatiecrisis kunnen schrijven. Hè? Dus het feit dat heel veel onderzoek in de sociale... Ja, dus meer aan het einde refereer je ook aan het beroemde boek van Ioannidis. Hè? Ja, aan dat artikel wat hij geschreven heeft. Wat is het? Why most scientific findings are false? Of zoiets, ja. Dus dat had ik heel makkelijk kunnen doen. Nou, het oorspronkelijke manuscript, dat was alleen maar toegespitst op het christendom. Maar ik denk dat wordt het weer zo'n, toch weer een beetje zo'n atheïstische propagandatrein. En ik dacht van, het is voor mij veel interessanter om al die verschillende aspecten, dus zowel wetenschap als religie, om dat gewoon in één boek samen te brengen. En om te laten zien dat fenomeen van doorgeschoten patroonherkenning eigenlijk heel breed is. En voor wie het daar geschreven is. Kijk, het doel van het boek is uiteindelijk dat als je het hebt gelezen, je hoeft er niet overal mee eens te zijn, maar ik hoop wel dat als mensen het uit hebben, dat ze de volgende keer als ze denken van, dat kan geen toeval zijn, of dit is toevallig, of goh, wat is dit een mooie verklaring. Ja. Dat ze dan gaan denken van, wacht, maar is hij nou die Roel die heeft daar iets over geschreven. Bijvoorbeeld wat ik heel bewust gedaan heb, is in het eerste hoofdstuk maak ik gebruik van bijvoorbeeld bepaalde psychologische onderzoeken. Ja, in het laatste hoofdstuk ga ik juist zeggen van, maar heel veel onderzoek in de psychologie is niet repliceerbaar. Ja, je gaat zelfs ook nog in op de fraudezaak van Stapel. Dat soort... Dus dat is voor mij het interessante. Niet zozeer, kijk, je hoeft er niet overal mee eens te zijn, maar het is vooral bedoeld om mensen hun denken aan te scherpen.
En dat ze het boek uit hebben en dat ze denken van, ja, potverdikkie, wat zijn eigenlijk mijn doorgeschoten patronen? Ja. Dat is eigenlijk een beetje de opzet van het boek geweest. En ja, voor wie dat dan is, ja, voor iedereen die geïnteresseerd is in een brede toepassing van dat. Ja, want het is natuurlijk, ik vind het een super fascinerend fenomeen, dat we overal maar patronen zien die, ja, eigenlijk helemaal, die gewoon toeval zijn. Ja. Dat het dus ook wiskundig voor een deel te verklaren is hoe dat ontstaat. En met tekst is het natuurlijk iets ingewikkelder. Ik noem bijvoorbeeld Michael Drosnin. Hè, dat is een Amerikaanse journalist. Die heeft op een gegeven moment allemaal verborgen bijbelcodes gevonden, claimt hij. En hij had ook als uitdaging. Hij zei van, nou, als iemand anders dit ook kan vinden in een boek als Moby Dick. Nou, ja, want het was, hij leidde daar op een gegeven moment ook een... wat leidde die dan? Ja, voorspellingen. Bijvoorbeeld Lady Di, Martin Luther King. Ja, de moord op, dat was het. De moord op... En het Hebreeuws leent zich daar heel goed voor. Want het Hebreeuws laat natuurlijk de klinkers weg. Het wordt klinkloos geschreven. Nou, al die letters worden aan elkaar gereigd. Dus het wordt één grote sudoku kruiswoordpuzzel. Heel geschikt. Een boek als Moby Dick heeft dat dus bijvoorbeeld niet. Maar zelfs daar heeft een Australische computerwetenschapper, die heeft daar op een gegeven moment op dezelfde manier ook soortgelijke boodschappen uitgehaald. Nou ja, en dan moet je natuurlijk wel af gaan vragen van, hoe significant is dit dan nog? Ja. En mijn conclusie is dan van, nee, dat is dus apofenie, oftewel doorgeschoten patronenkenning. Ja, ja. Ik ga er daar nog wat vragen over stellen, hoor. Ook over de hele notie en zo. Maar voordat ik dat doe, eerst toch eventjes een paar stappen nog ook in je methodiek. Dus je opent, hè, dat is het eerste hoofdstuk, ook met deels uitstapjes naar de psychologie, ook experimenten die zijn gedaan. Ook een hele interessante inzicht in wat mij betreft. Maar vervolgens zie je dat met name vanaf de hoofdstuk 2 ga je die wiskunde. Mm-hmm. En met name de kansrekening of de waarschijnlijkheidsrekening. Ja. Hè? En statistiek, die worden heel belangrijk. Mm-hmm. Dus ik moest meteen ook aan mijn naaste collega, een goede kennis van mij, Ronald Meester, denk ik. Ja, zeker. Je citeert hem ook. Ja, zeker. Die natuurlijk juist meer een religieuze achtergrond heeft. Ik zag ook, kwam ook mijn collega's van de VU tegen. Paas en Pils. Die je overigens dan wel toch stevig bekritiseert. Maar laten we daar naar die eerste benadering. Voor jou is die wiskunde wel heel belangrijk. Hè? Met name die waarschijnlijkheidsrekening. Ga daar eens nog wat nader op in. Ja, dus de vraag is, hè, als wij zeggen van iets kan geen toeval zijn, dan gebruiken we een kansbegrip. Ja. En in dit geval gaat het om zogenaamde Bayesiaanse inferentie. Dat is een stukje statistiek wat steeds meer in opkomst komt. Ja. Ronald gebruikt het ook veel, hè? Ja, dat komt ook omdat kritiek bijvoorbeeld. Ja, want je ziet dat op een gegeven moment, kijk, mensen denken dat in de wiskunde eigenlijk heel weinig controversies zijn, maar die zijn er dus wel. Dus het idee van Bayesiaanse statistiek is dat kansen niet zozeer iets zeggen over een systeem, dus over een dobbelsteen. Hè? De kans dat jij een 5 gooit is 1/6. Ja. Nou, heel veel mensen denken dat dat een eigenschap van de dobbelsteen is. En zo leer je het ook met vaasmodellen. Hè? Dus waar iedereen dat trauma van heeft. Van hè, zoveel ballen in een vaas. En dan trek je er een. En wat is de kans dat je een rode bal trekt. Nou, dus dat suggereert eigenlijk dat een kans een soort van eigenschap van die vaas is. Net zoals het gewicht. Hè? Ja. Je kunt het gewicht bepalen van de vaas. En dus ook de kans op die bal. Nou, en Bayesianen die zeggen van nee, dat is flauwekul. Kansen zeggen iets over het vertrouwen dat wij leggen in een hypothese. En in hele gekunstelde... Ja, het is eigenlijk, wat is onze verhouding juist tot de wereld? Het is relationeel, het is contextueel, absoluut. Het is een heel ander contextueel begrip van kansen. Die Bayesiaanse statistiek, dat is al, nou, ik heb dat ook genoemd, omdat dat ontstaan is vanuit een godsbewijs. Want het was een dominee, hè, die oorspronkelijk Thomas Bayes. Dat wist ik ook niet. Ik kende het wel, maar ik kende niet de achtergrond ervan. Ja, Bayes heeft dat kennelijk. Ze vermoeden dat het als reactie op David Hume is geschreven. Dat is niet helemaal duidelijk, maar dat is een prachtig verhaal natuurlijk. Dus, dus dat Bayesiaanse kansbegrip, dat is belangrijk, omdat dat de meest rationele manier is voor ons om een kans toe te dichten aan ons vertrouwen in een hypothese. Dus als jij bijvoorbeeld zegt van, de kans op deze situatie, dit is zo toevallig. Ja, dan kun je daar volgens Bayesianen een getal op plakken. Het is subjectief. Ja. Bayesiaanse kansen zijn subjectief. Maar dan wel met de kanttekening dat als iedereen maar genoeg achtergrondinformatie krijgt, dat al die kansen uiteindelijk convergeren
naar dezelfde conclusie. Hè? Dus als jij een rechtszaak hebt, dan zal de jury, die zal die allemaal dezelfde achtergrondkansen hebben. Ze zullen allemaal in het begin subjectieve kansen toelichten aan, is de persoon schuldig of niet. Mm-hmm. Maar als ze allemaal maar genoeg achtergrondinformatie hebben, dan kun je aantonen, dat is binnen hele brede kaders, kun je dat wiskundig bewijzen. Dan zullen die mensen uiteindelijk tot dezelfde eindconclusie komen. Ja, dus het is subjectief, ja. Maar niet... Nou is bij natuurlijk bij Ronald Meester. Het is natuurlijk ook een vorm van modelleren. Hè? Ja. Die daarbij een rol speelt. En nou is natuurlijk een van de grote kwesties van hoe modelleer je een bepaald type toevalligheden? Ja. Dat is de wat voor kans zou je er überhaupt aan kunnen hangen, om het zo maar te noemen. Dus je geeft nog een voorbeeld van de bliksem, vond ik wel een hele aardige. Ja, dus die man die 7 keer getroffen is, geloof ik, uiteindelijk zichzelf van het leven beroofd. Zelfmoord pleegt, ja. We zitten erom te lachen, maar het is natuurlijk diep triest. Ja, het is wel te maar goed, die 7 keer getroffen door de bliksem. Ja. En hij werd daar op een gegeven moment paranoia van, ik kan me er ook nog iets bij voorstellen. Ja, Wolke ging hem volgen, dacht hij op een gegeven moment. Ja. Hij ging bij mensen uit de buurt blijven, omdat hij daar bang was om weer geraakt te worden. Ja, daar kun je nog, laten we zeggen, dat kun je nog kwantificeren. In de zin. Ja, enigszins. Enigszins. In de zin dat we zien dat er jaarlijks zoveel mensen getroffen worden door een bliksem. En dat is dan deel van de populatie. En dan heb je een getal. Mm-hmm. Maar bij een heleboel zaken in het leven. Kun je dat niet doen? Ik heb toch een aantal dingen meegemaakt in mijn leven. Die waren dan zo stug. Ja. En dan lees ik jouw boek. Ja. Ik hoorde op een gegeven moment de mededeling. En dat was toch wel vrij intens. Op datzelfde moment kijk ik naar buiten en vliegt een vogel zich te pletter tegen de muur. Ja. Dus typisch Jung, die je natuurlijk ook met enige skepsis zult bezien, maar synchroniciteit, een niet-causale relatie. Even los van hoe je Jung interpreteert, maar ik had het bij lezing wel, bij een heleboel van jouw argumentaties denk ik, ja, maar daar kan ik inderdaad in mee, hè? Mm-hmm. Maar... Nou ja, ik geef nu net even dit voorbeeld uit mijn persoonlijke leven. Ja, ik zou niet weten hoe ik het zou moeten benaderen. Ja, Michael Shermer van het tijdschrift, de Amerikaanse variant van het tijdschrift Skepsis, die heeft dat ook ooit eens beschreven. Hè? Die heeft ooit eens een situatie beschreven waarin een muziekdoosje weer precies op een moment ging spelen. Volgens mij was een vader overleden of zo. Dat hij ook heel eerlijk zei van, nou, dit is een situatie wat mijn rationele denken echt tot wankelen brengt. Kijk, dat geldt voor jou ook, of niet? Ik ben niet iemand die alles helemaal plat rationaliseert. Nee. Zoals die synchroniciteit van Jung. Ja, weet je, ik ben er helemaal niet in belezen, dus ik kan daar geen uitspraak over doen. Maar ik bekijk dat soort vermeende correlaties dus wel met heel veel skepsis. Dat vind ik ook heel gezond, hè? Want voor je het weet zie je overal tekens en symbolen. En dat beschrijf je ook allemaal. Dat is precies het boek inderdaad. Maar ik heb zelf ook wel dingen meegemaakt die ik absoluut rationeel niet kan verklaren. Ik heb zelf als kind, heb ik dat uit het boek gehaald. Maar een van de redenen waarom ik zo gefascineerd ben door bijvoorbeeld het paranormale. Die parapsychologie in. Omdat ik als kind ook een ervaring heb gehad die ik eigenlijk nog steeds niet kan duiden. Dat ik als kind 's nachts dingen hoorde, gezang. Dat ik echt dood en doodsbang was. Toen zijn we op een gegeven moment verhuisd. Toen heeft het zich nog één keer voorgedaan en toen was het klaar. Ja, en later bleek daar dus een streng religieuze secte in dat huis te hebben gezeten. Met iemand die daar dus is overleden, omdat hij niet naar de dokter wou. Dus die man die is daar overleden aan kanker. Hij mocht niet naar de dokter. Dus... Ja, ik daar een beetje kippenvel. Terwijl maar kijk, aan de ene kant... Je bent wel goud eerlijk, hè? Ja, nee, ik kan dat niet verklaren. Ik probeer dat wel te verklaren. Ik denk van, misschien maak ik het verhaal wel mooier dan het eigenlijk is. Misschien vul ik details wel in die eigenlijk... Misschien is het niet helemaal kloppend. Ja, misschien zijn mijn herinneringen aangepast. Want elke keer als ik daaraan denk, dan vul je misschien weer iets bij. Heb ik dat echt wel zo ervaren? Dus daar zit bij mij de skepsis. Maar ik ben niet iemand die zegt van... kijk, nogmaals... In de natuurkunde gaat het alleen maar over dooie materie. Dat is super interessant.
Maar in het boek noem ik ook het methodisch naturalisme. Wat zegt dat vond ik zo interessant. Ik ben geen metafysisch naturalist. Ik zeg niet dat materialisme net alles materialisme is. Nee. Materialistisch is. Ik zeg gewoon dat het het meest vruchtbare uitgangspunt is als je een onverklaarbaar fenomeen hebt. Nou ja, maar je kan ook zeggen dat er niks buiten de natuur kunnen bestaan. Je kan natuurlijk ook zeggen, materialisme is ook een model. Ja. Zeker, je gaat ook in op de grote omslag van wat we noemen in de 17e eeuw. De Nederlandse, hoe heet die, wetenschapsfilosoof, historicus ook. De mechanisering van het wereldbeeld. Floris Cohen, bedoel je? Het is echt een Dijksterhuis. Ja, oké. Okay. Ja, het is al gewoon. Ja. Ik zou zelfs wel eens uit Groningen kunnen komen. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, dus die grote omslag in de 17e eeuw. Met als filosoof natuurlijk mensen als Descartes, maar Newton vooral met zijn bewegingswetten. En de breuk met wat ze natuurlijk het teleologische wereldbeeld van Aristoteles noemen. Dat is natuurlijk ongelooflijk vruchtbaar gebleken. Ik vertelde ook aan mijn leerlingen dan wel eens. Die wetenschappelijke revolutie, dat is echt een wonder geweest, hè? Ja. Dat vind ik ook heel jammer dat we dat op onderwijs bijna geen tijd voor hebben om daarover uit te wijden. Ja. Maar dat is zo'n. Ja, het is gewoon een wonder. Het is, ik zeg ook in mijn boek, we zijn 200.000-300.000 jaar bezig om een beetje rond te lopen. Mm. En de laatste 4 eeuwen hebben we een manier gevonden om wetenschap te bedrijven. En dat is niet om het heilig te verklaren, want helemaal niet. Maar het heeft ons wel. Ja, het heeft ook wel ellende gebracht natuurlijk, maar het is gewoon een wonder dat wij die methode gevonden hebben. Ja, nee, zeker. Ja, kijk, die methode, dat is er natuurlijk één waar jij met je boek natuurlijk ook ten diepste induikt. Ja. Want het is de philosophia naturalis, dat is een filosofie van de natuur, principia mathematica. Ja. Dus het is volgens het uitgangspunt, het principe van de wiskunde. Ja. Dus het is ook het ontwerp waarin die natuur berekenbaar wordt. Ja. En dat is misschien, als ik dan toch ook gewoon kritisch of mag wel een paar kanttekeningen, want ik vind dat je heel veel belangrijke dingen opmerkt in het boek ook, maar dat model zit wel ook wel heel sterk in jouw benadering. Ja. Dus dat berekenbaar en dan laten zien van maar dit valt eigenlijk niet in de categorie wonderen of dit is... Maar dat is ook een manier. Kijk, bijvoorbeeld David Hume, die heeft er natuurlijk over geschreven. En die ging natuurlijk niet het hele concept van wonder aanvallen, maar meer de wondergetuigenissen. En dan denk ik van, we hebben tegenwoordig een wiskundig stukje. Ja. Dat is dus die Bayesiaanse inferentie, waarmee we dus kunnen, waarmee je eigenlijk, kijk... Die Bayesiaanse inferentie, dat is wel heel belangrijk om te benadrukken, want het wordt heel veel misbruikt. Kijk, het enige wat die Bayesiaanse inferentie doet, is je vooroordelen, dus de ideeën die je van tevoren had, updaten op basis van data die je krijgt. Dat is het enige, hè? Ik bedoel, Bayesiaanse inferentie kan jou niet magisch vertellen wat is de kans dat Jezus is opgestaan, hè? Zoals misschien toch nog een keer een uitleg, ook voor het kijken van wat doe je dan precies? Dus bij Bayesiaanse inferentie. Precies. Ja, dus het enige wat je bij Bayesiaanse inferentie doet is zeggen van je hebt een hypothese en je wilt weten van hoe waarschijnlijk is die hypothese. Ja. Nou, het idee is dan dat je van tevoren daar een beeld van hebt. Je hebt altijd iets van voorkennis. Ja. Ik noem als voorbeeld in mijn boek bijvoorbeeld die hypothese dat je partner vreemd gaat met de buurman Henk. Ja, die Henk komt er helemaal voorbij. Ja, lichte obsessie met Henk. Volledig fictief persoon. Maar Henk was van de partij. Ja, volledig fictief persoon trouwens. Maar hij van tevoren denkt, flauwekul natuurlijk. Maar dan kom je eens een keer vroeg thuis van je werk en je hoort wat gestommel boven en je ziet je ziet een vreemde onderbroek naast je bed. Dus je krijgt allemaal extra informatie binnen. En die extra informatie, daarmee kun je dus je vertrouwen in de hypothese dat je partner vreemd gaat, telkens updaten. Nou, en dat is het enige wat je met Bayesiaanse inferentie kunt doen. Maar dan moet je natuurlijk wel zelf bepalen, bijvoorbeeld hoe atypisch is het dat er een vreemde onderbroek naast mijn bed ligt? Ja. Of hoe atypisch is het dat... Als je vrouw natuurlijk de was doet voor het voetbalteam of jijzelf. Ja. En er is er een uit de wasmand gevallen. Ja. Ja.
Maar dat zijn dus allemaal, je kunt daar geen objectieve, dat is het hele idee van Bayesiaanse inferentie, je kunt er geen objectieve getallen aan plakken. Dat is ook helemaal niet het doel van die Bayesiaanse inferentie. Mm. Het idee van die Bayesiaanse inferentie is meer dat je een soort van wiskundige houvast hebt, om als je toch dat vertrouwen wat je hebt in die hypothese wiskundig wilt vertalen. Ja. En daar zijn allemaal dingen over geschreven van hoe doe je dat een beetje. Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen door te zeggen van hoeveel geld zou je op zo'n hypothese inzetten. Maar dat is natuurlijk ook allemaal weer een beetje subjectief. Maar als je dat doet, dan kun je die hypothese, het vertrouwen in die hypothese updaten. En dan kun je daar een getal aan vastplakken. Maar dat kun je natuurlijk alleen maar doen in hele gekunstelde, bijvoorbeeld, in het boek noem ik bijvoorbeeld het Monty Hall probleem. Ja. Hè? Dat is met die 3 deurtjes en die geiten erachter. Ja, vond ik heel. Ik heb daar ook echt nog even over na zitten denken. Ik denk, verhip je. Ja. Het klopt wel. Het klopt, ja. Misschien moeten we hem even uitleggen. Ja, dus, het idee is dus dat je... Het is in eerste instantie lijkt het contra-intuïtief. Ja, ja, dus je hebt een spelshow met 3 deurtjes... En je kunt een auto winnen. Achter een van de deurtjes zit de auto. En achter de 2 van de deurtjes zit de geiten. En Monty Hall, dat was een spelshow presentator. En die zegt van, welk deurtje wil je kiezen? Nou, dan kies je een deurtje. Dus, vervolgens wat die Monty Hall doet, dat is heel gemeen. Die opent een ander deurtje met een geit erachter. Ja. En dan is de vraag van, blijf je bij je keuze of ga je wisselen? Ja. Nou, en het antwoord is dat je moet wisselen. Ja. En dat is op zich niet heel ingewikkeld om na te gaan. Want je kunt gewoon nagaan van in hoe vaak, als ik stel dat ik wissel, hoe vaak wissel ik naar een goede auto? Nou, dat blijkt 2 keer zo vaak te zijn dan als je niet wisselt. He, want als je niet wisselt, heb je een kans van 1/3 om de auto te vinden. Maar als je wisselt, dan blijkt Want het is eigenlijk, ga je terug, hè? Want het is... Die 1/3 was de aanvangssituatie. Dat was de a priori. Want je hebt nu meer kennis gekregen. Ja, vond ik echt een eye-opener toen ik dat las. Ja, ja. En dan zie je ook hoe die kennis dus inderdaad die kansen verandert. Nou ja, en dat is natuurlijk de clue. Die Monty Hall die kan alleen maar een deurtje openen. Precies. Met een geit erachter. Dus je krijgt extra informatie. Ja. En daardoor, er is een deurtje met een geit geopend. Nou, je kunt aantonen dat, stel dat je wisselt. Als je de eerste keer de auto hebt goed gekozen, dan wissel je altijd naar een geit. Die kans is 1/3. Ja. Dus de kans dat je een geit kiest is 2/3. Maar als je nou wisselt, dan heb je de auto. Dus de kans dat je de auto wint bij wisselen is 2/3. Ja. Nou, dat kun je met die stelling van Thomas Bayes, kun je dat dus expliciet maken. Maar je kunt het ook gewoon ik heb hem ook even gevonden. Toen dacht ik, verhip. Ja. Maar daarin kun je dus die stelling van Bayes heel expliciet toepassen. En daarin is het ook heel recht toe recht aan. Wat die stelling van Bayes ook doet, en dat is wel heel belangrijk, is dat het dus voorwaardelijke kansen omdraait. En daar is die hoef je dat Bayesiaanse kansbegrip helemaal niet voor te begrijpen, voor te gebruiken of aan te hangen. Maar in de wetenschap speelt dat een enorm belangrijke rol. Want als jij bijvoorbeeld een onderzoek doet en je hebt een bepaalde bevinding, dan hengelen statistici er altijd een p-waarde aan vast. Ja. En die p-waarde is niks anders dan hoe waarschijnlijk is dit argument. Ja. Als de nulhypothese waar is. Dus als het effect wat je wilt onderzoeken er niet is, hoe waarschijnlijk is dan jouw bevinding? Ja. Maar uiteindelijk wil jij dat helemaal niet weten. Jij wilt weten hoe waarschijnlijk is het dat die nulhypothese dat die juist fout is. Je wilt de omgedraaide kans weer vinden. Kijk, en daar is die stelling, daar wordt die Bayesiaanse inferentie dan enorm belangrijk. Want zonder Bayesiaanse inferentie kun je dat niet uitrekenen. Nee. En dat is ook waar veel wetenschappelijk onderzoek de fout in gaat. Dan zeggen ze van, maar de kans dat ik dit krijg, gegeven dat mijn nulhypothese waar is, die is zo klein. Ja, en dus moet die nulhypothese, die moet waarschijnlijk onjuist zijn. Maar dat hoeft dus helemaal niet. En in het boek geef ik daar ook allemaal voorbeelden van. En bijvoorbeeld ook de zaak van Lucia de Berk. Ja. Want dit wordt de prosecutor's fallacy genoemd. Hè? Dit is precies waar bijvoorbeeld ook bij rechtszaken heel vaak mensen dus onterecht veroordeeld worden. Omdat... Ja, maar dat is ook alweer zo'n... Misschien toch leuk om even die zaak erbij te nemen. Ronald Meester heeft er ook over geschreven. Zeker. Ja. Maar misschien goed om daar dat principe even, laten we zeggen, heel tastbaar te maken. En want je ziet daarin zowel dat idee van die patronen. Hè, want we zien een patroon. Iedere keer als Lucia dienst heeft, dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat. Ja. Dus
nou ja, dan gaan we de kans berekenen. En ja. Dat was aanvankelijk ook door een kans berekenen. Was het dat de kans kwam op 1 op de zoveel, ja, 340 miljoen of zo. Zoiets onwaarschijnlijk klein. Onwaarschijnlijk klein, ja. dat zij het niet zou zijn. Ja. Ja, de kans, nee, ja, dat is dus die kans die ze uitrekenen, dat is dus de kans, ja, dat al die voorvallen hadden plaatsgevonden, ja, gegeven dat zij onschuldig is. Ja. Dat is dus niet de kans dat zij onschuldig is. Ja. Want dat is dus die, ja, omgedraaide kans. Ja. Dat is trouwens niet het enige wat bij deze zaak mis is gegaan, want, ja, nee, want de methodiek was ook heel gebreken. Leg hem inderdaad nog even uit. Want, ja, nou ja, het idee was dus dat zij werkte op verschillende afdelingen en bij verschillende afdelingen waren er onverklaarbare sterfgevallen, ja, bij kinderen. Dus dat maakte natuurlijk al heel emotioneel beladen. En wat er heel vroeg gedaan werd, was dat er werd ingezoomd op haar diensten. En er werd inderdaad opgemerkt van, goh, bij 7 van die diensten, of geloof ik 7, ja, waren er onverklaarbare sterfgevallen. Ja. Die zij trouwens zelf aangaf. Hè? Dus dat is natuurlijk al heel dubieus. Zij gaf zelf aan van, hey jongens, ja, er gebeurt er iets wat we niet begrijpen. Nou, vervolgens werd daar een statistisch model op losgelaten. Nou ja, een statistisch model, ja, dat doe je allemaal aannames. Ja. Een aantal van die aannames bleken ook heel raar te zijn. Want het kwam er eigenlijk op neer dat omdat zij op verschillende afdelingen werkte, de kans daarop, de kans dat zij, de kans die ze hadden uitgerekend, dat die, nou ja, dat de kans op haar schuld eigenlijk groter werd, kwam het uiteindelijk op neer. Ja. Wat natuurlijk heel vreemd is, want als jij op heel veel verschillende afdelingen zou werken, dat, ja, zou eigenlijk niet zoveel uit mogen maken. Nee. Dat deed je dus wel. Dus er zaten allemaal wat haken en ogen aan die methodiek. Ze werd al heel snel, ja, andere gevallen werden al heel snel een beetje weggeveegd, weggepoetst. Nou ja, en uiteindelijk kwam daar een kans uit. En nogmaals, dat is dus de kans dat die sterfgevallen plaatsvonden, gegeven dat zij onschuldig is. En die was ontzettend klein. Dus wat denken, ja, mensen dan? Oh, de kans dat zij onschuldig is, ja, gegeven al die sterrengevallen, is, ja, ook ontzettend klein. Maar dat hoeft dus niet. En dat is hetzelfde idee als van, hè, de kans dat iets een banaan is, gegeven dat het geel is, ja, die is vrij hoog. Maar de kans dat iets geel is, de kans dat iets een banaan is, gegeven dat het geel is vrij klein. Want ja, er zijn, ja, heel veel andere voorwerpen die geel zijn. Kunnen zijn. Ja, ja, de kans dat iets geel is, gegeven dat het een banaan is. Ja, die is precies. Nou ja, ja, dus die kansen die zijn helemaal niet aan elkaar gelijk. Ja, en dan zie je dus dat mensen eigenlijk zich gaan inzoomen op die patronen van, hey, er zijn sterfgevallen en eigenlijk al het andere. Ja, want toen bleek eigenlijk, dat zeg je ook, en dat verandert echt de context compleet, ja, dat er ook andere sterfgevallen heel, ja, waren die helemaal niet, ja, met haar tijdens, ja, haar dienst plaatsvonden. Hè? Ja, ja, dan krijg je natuurlijk al een compleet andere. Ja. Nou ja, wat je dus, hè, een andere zaak is Sally Clark. Hè, dat was een Britse die veroordeeld werd voor de moord op haar 2 kinderen. Ja, en wat je eigenlijk, kijk, wat hier eigenlijk ook een denkfout is dat mensen gewoon een kans uitrekenen. En, mm-hmm, dan zeggen van, oh, die kans is heel klein, dus moet zij, ja, wel schuld. Nou, we zagen al dat niet klopt. Maar wat er ook niet aan klopt, is dat, ja, die kans kan wel heel klein zijn. Maar stel dat ik bijvoorbeeld 1000 keer met een dobbelsteen gooi, dan is, ja, de meest waarschijnlijke uitkomst nog steeds 2,5%. Waarschijnlijk. Die kans is heel klein, maar toch is het de meest waarschijnlijke uitkomst. Dus als jij verschillende hypotheses tegen elkaar wilt afzetten, dan moet je die kansen, ja, op elkaar delen of tegen elkaar afzetten. Dus in dit geval, ja, bijvoorbeeld ook betrekken van, ja, wat is de kans dat iemand überhaupt in haar geval 7 keer zo'n moord zou plegen? Die kans is natuurlijk, ja, geen idee wat die kans is. Hoe reken je dat uit? Als die kans heel klein is, in, ja, verhouding tot de kans, hè, ja, dat zij toevallig daar aanwezig is, ja, dat verandert de hele zaak al. Dus je kunt die kansen niet geïsoleerd bekijken. Je moet ze verhoudingsgewijs bekijken. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die laten zien, denk ik, dat, ja, dat zelfs statistische moeite hebben, precies, met kansen. Want het is de, ja, want het, nou ja, het gaat natuurlijk heel erg om dat je meent dat je op deze manier die casus beschrijft, terwijl dat helemaal niet het geval is. Want dat is natuurlijk. Je hebt natuurlijk wiskundig, heb je dit helemaal, klopt het. Ja. Alleen het is niet de juiste interpretatie, nee, van wat er in de werkelijkheid gaat. Ja, het is garbage in, garbage, ja, out. Hè? Ja, als je, dus, dat is ook het verneindigen met die Bayesiaanse inferentie. Dat wordt ook heel veel gebruikt bijvoorbeeld door Gary Habermas. Dat is een apologeet. Die gaat dan met de stelling van Bayes betogen dat Jezus hier waarschijnlijk is opgestaan.
Ja, het enige wat je doet is eerst verschrikkelijk veel vertrouwen afleggen in allerlei aspecten. Ja, en als je dat in die formule stopt, wat een wonder. Ja, dan is het opeens heel waarschijnlijk dat je is opgestaan. Dan krijg je er, je komt uit wat je erin stopt. Ja. En dat is ook een beetje zo met, in het boek beschrijf ik bijvoorbeeld ook het fine-tuning, het godsargument van fine-tuning. Hè, wat bijvoorbeeld door Emmanuel Rutte heel erg wordt gepropageerd. En Kees Dekker. Hè, dat is ook zo'n soort argument. Dat als je daar denk ik beter over gaat nadenken. Die kansen die worden uitgerekend. Die zeggen helemaal. Ja, die zeggen eigenlijk meer over ons onbegrip. Dan over het daadwerkelijk. Ja, dat is het design. Dat is toch het design. Dus het idee is dan dat. Heen de natuurkunde heb je allemaal constantes. Ja, want het is één onderdeel. Hè, van. Ja. Je hebt een mooie titel ook. Mijn man kunt het slot, maar dit is wat is. Help mijn God is klussen. Mijn God is knutselaar. Ja. Help mijn God is klussen. Ja. Of klussen. Ja. 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 Dus het idee dat God, wat er dan gedaan wordt, is van er wordt gekeken naar die natuurconstantes. En dat zijn er iets van 17 of 19 in het standaardmodel, wat alle subatomaire wisselwerkingen beschrijft. En dan wordt er gezegd van als we die constantes opvatten als een soort knopjes en we gaan eraan draaien, dan is het stort alles in elkaar. Dan stort alles al supersnel in elkaar. Dus de kans dat die natuurconstantes deze waarde aannemen is super, super, super klein. Ja, dat moet natuurlijk een verklaring hebben. Ja. Maar ja, ook daar weer denk ik dat laat zien dat mensen heel slecht zijn in kans inschatten. Want ja, ik neem als analogie dan maar van stel jij hebt een hele grote zak. Ik heb geen idee hoe groot die zak is, maar met papiertjes, laat ik dat er even bij zeggen. Ja. En jij trekt een papiertje uit die zak en daar staat mijn 50-cijferige wifi-code op. Mijn wifi-wachtwoord. Nou, wat denk ik dan? Poldomme, dat is toevallig. Ja. Hoe kan dat? Nou, dan kun je naartoe gaan zeggen van ja, de kans dat één cijfer goed is een tiende. Twee cijfers is een tiende in het kwadraat. Dus 50 cijfers, dat is een tiende tot de macht 50. Nou, dat is zo'n onwaarschijnlijke kleine kans. Dat kan geen toeval zijn. Maar ja, ik weet natuurlijk niet hoe groot jouw zak met papiertjes is. Ik weet niet hoeveel papiertjes erin zitten. Ik weet niet. Zitten allemaal dezelfde papiertjes in? Heb jij stiekem mijn wifi-wachtwoord afgeluisterd? Dus we kunnen. Het enige wat die kans zegt, die we uitrekenen, is dat we eigenlijk geen zak begrijpen van wat er in die zak zit. En dat is dus bij die natuurkunde ook zo. Dit soort argumenten gaat altijd over fundamentele natuurkunde in dit geval, die nog niet goed wordt begrepen. Nou, en dan komt fine-tuning om de hoek kijken. Ja, je refereert op een gegeven moment ook aan het populaire tv-programma Mindfuck. Ja. Bijvoorbeeld. Hoe zit jij daar naar te kijken dan? Naar zo'n. Mindfuck en ook Darren Brown, dat is een beetje de Britse variant daarvan. Ja. Je wordt gewoon zo verschrikkelijk sceptisch van. Dat vind ik ook wel eens jammer. Je ziet gewoon hoe makkelijk mensen te bedonderen zijn. En ergens vind ik dat ook wel eens jammer. Want dan wordt het een soort van filosofie van de scepsis. Ja. Het wordt heel moeilijk om dan nog je vertrouwen ergens in te leggen. Kun je een voorbeeld nemen van wat jij dan heel doorzichtig vindt? Waar iedereen dan toch vrij massaal intuint? Van zo'n mindfuck-experiment. Ja, ja. Of heb je er niet een? Nou ja, bijvoorbeeld, kijk, ik zit daar niet zo in. Maar je hebt natuurlijk het fenomeen van cold reading. Hè? Cold reading, dat mensen dus bijvoorbeeld gedachten kunnen lezen. Maar wat ze eigenlijk doen, is gewoon heel vernuftig lichaamstaal oppikken. En bepaalde vragen stellen waar jij onbewust of bewust op reageert. En dat mensen dan vervolgens helemaal flabbergasted zijn als er bepaalde informatie boven komt drijven die. Maar dat is eigenlijk op een andere manier lezen, zeg je dat? Ja. En bijvoorbeeld wat ik een schitterend voorbeeld vind is Ray Hyman. Hè, dat is een psycholoog die had op een gegeven moment, dat is een prachtig verhaal, die ging op een gegeven moment handlezen. Ja. Een soort van bijverdiensten. Ja. Maar hij deed het zo goed en mensen waren zo enthousiast. Ja, dat hij op een gegeven moment ging twijfelen van, ja, misschien zit dat toch zit iets. Zit er toch wat in? Ja, toen op een gegeven moment een vriend bij hem voorstelde, die zei van, nou, weet je wat je nou moet gaan doen? Je gaat gewoon de komende tijd handen lezen met je handboek. Maar elke keer als jij een hand hebt gelezen, dan ga je exact het tegenovergestelde zeggen van wat dat handboek jou voorschrijft. En dan kijken wat er gebeurt. Nou ja, je hebt geen glazen bol nodig. Ze vonden het weer fantastisch. Ja, en dan dat laat zien dat. Ja. Mensen inderdaad gewoon informatie die niet klopt wegvegen en informatie die spot on lijkt. Hè, dat noemen ze ook wel Barnum effect. Hè, dat ze daarop gaan focussen.
Ja, en dat gebeurt dus ook met patronen. Ja, gaat het natuurlijk niet alleen over religie, niet alleen over de amusementsindustrie, maar wel degelijk ook over allerlei heel actuele thema's. We kunnen denken aan de toeslagenaffaire. Ronald Meester die laat het zelfs los op de coronacrisis. Ja, zag het ja. Is dat ook zeg maar het domein waar jij ook op die manier naar kijkt? Ja, ik heb het, kijk, zoals die toeslagenaffaire, dat heb ik opgenomen, omdat daar ook weer een, dat gaat dan over valse positieven. Ja. Dus kijk, in de wetenschap doe je onderzoek. En het is in de context van die replicatiecrisis, dat is heel veel onderzoek, dat als mensen denken van, ik heb een statistisch significant resultaat, dan zal die hypothese waarschijnlijk wel waar zijn. Maar je hebt dus heel veel, blijkt, valse positieven die opduiken. En dat is natuurlijk in die toeslagenaffaire ook gebeurd. En ja, ik vraag me dan af, en ik weet het niet hoor, maar ik denk dan van, ja, je kunt van tevoren toch enigszins een klein beetje gaan inschatten met de methodiek, mm-hmm, die wij gebruiken, hoeveel mensen zullen onterecht beschuldigd worden van fraude. Dan zeg, je daarmee dat jouw collega's die mede zo'n algoritme ontwikkelen, ofwel niet goed zijn opgeleid, ofwel wel degelijk misschien deze kanttekening hebben geplaatst, maar dat gewoon verdwijnt? Ik heb geen idee. Ja, maar dat is natuurlijk. Het einde van je boek is ook een oproep. Ook binnen het kader van het onderwijs. Zeker, ja. Ook om eigenlijk dit thema van onze patroonneiging, om het zo maar te noemen, om dat serieus te nemen. Ja. Niet om het te zeggen, dat mag je niet, maar wel om ervan bewust te zijn. Welke rol het speelt en ook hoe je het ook op een dwaalspoor kan zetten. Je zou zeggen, ja, dat hoort toch ook bij uitstek daar waar er van patronen gebruik wordt gemaakt, bijvoorbeeld door de overheid. Ja, maar ik heb daar geen onderzoek naar gedaan in hoeverre dat gebeurd is. Maar je ziet het dus wel bij rechtszaken gebeuren. Ja, en dan denk je al van potverdikkie, ja, rechters zouden, kijk, naar mijn weten hebben rechters geen solide training in Bayesiaanse inferentie. En dat, ja, weet je, is dat nou echt nodig? Nou, ik denk wel dat ze in ieder geval, kijk, wat die Bayesiaanse inferentie wel duidelijk maakt. Ze huren ook wel experts in, hè? Ik bedoel, ja, tuurlijk, Ronald Meester doet dat ook meteen. Die heeft het ook gedaan, inderdaad. Maar bijvoorbeeld ook, een ander voorbeeldje waar onderzoek naar gedaan is zijn artsen. Dus bijvoorbeeld bij mammografieën in de jaren 80. Gingen ze bijvoorbeeld artsen vragen van, stel dat die mammografie, stel dat die test nou een positieve uitslag heeft. Ja. Wat is dan, en die test was vrij betrouwbaar in die tijd. Volgens mij in 80% van de gevallen pikte die juist de zieke mensen eruit. Wat is nou de kans dat die persoon daadwerkelijk ziek is als die test positief is? En dat vroegen ze aan die artsen. En die artsen die zeiden, de meesten hadden geen idee. Dus, 100 artsen waren ondervraagd. En nou, die zeiden van, ja, de kans is zal dan wel ongeveer, als die test op 80% betrouwbaar is, dan zal de kans ook ongeveer 80% zijn dat die persoon daadwerkelijk ziek is. Maar dat is dus niet zo. Want dat hangt ook af van hoeveel komt die ziekte überhaupt voor. En bij bevolkingsonderzoeken ga je mensen gewoon lukraak, zonder klachten, ga je testen. Ja, en toen bleek dus dat de daadwerkelijke kans op ziekte 8% was. Dus in plaats van, dus je moet je voorstellen, zo'n dokter die doet die test, die is positief. Dat wordt door iemand anders gedaan. Maar die gaat dus zo'n gesprek met zo'n patiënt aan. In de veronderstelling, de kans dat jij kanker hebt is 80%. Terwijl de daadwerkelijke kans een factor 10 lager lag. Ja, kijk, en dat vind ik fascinerend. Ja. Want dan zie je dus dat, en het zijn geen hele ingewikkelde berekeningen. Maar het laat wel zien dat mensen gewoon van nature, in dit geval, en dat noemen ze de base rate fallacy, die gaan zich richten op de betrouwbaarheid van de test. En zeggen van, die test is 80% betrouwbaar. Dat is waarschijnlijk toch ook met al die coronatests. Hebben we natuurlijk zelf ook zo'n probleem gehad, hè? Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Als je heel veel valse positieven hebt, hoeveel komt, het hangt er vanaf hoeveel komt corona. Ja. Eigenlijk voor, als jij gewoon lukraak gaat, kijk, meestal test je bij corona als je symptomen hebt, dus dan wordt de kans natuurlijk al groter dat je het daadwerkelijk hebt. Maar in mijn boek geef ik een rekenvoorbeeld ook van zo'n ziektetest, want dat is ook voor die. Ja, precies, dat was ook wel een heel interessante. Ja.
En dat laat dus zien dat, of bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeldje van de tank van buurman Henk. Hè, dat mensen heel erg gaan, je ziet een karakteromschrijving van iemand die allemaal militaire karaktereigenschappen heeft. En wat is de kans nog groter dat hij militair is of docent? Nou, wat zeggen mensen dan van ja, als je allemaal van die karaktereigenschappen heeft die... Nou. Associëren met militairen, nou zal het wel een militair zijn. Maar ja, wat je nou vergeet is dat er in Nederland veel meer docenten zijn dan militairen. Dus die kansen, die moet je tegen elkaar afwegen. Dat is mooi. De getallen, die doen er dan niet zoveel toe. Ja. Maar die kans wordt enorm veranderd. Ja. En, dus en dan krijg je natuurlijk heel veel docenten. En hoeveel daarvan hebben we misschien ook wel een militaire interesse? Nou, dat kun je eenvoudig tegen elkaar afzetten. Ja. En dan blijkt dus het sommetje te zijn dat in dit geval dan de kans ongeveer 50-50 is. Wat je van tevoren natuurlijk nooit had verwacht. Nee. Ja, dat vind ik fascinerend. Dus je ziet wel, kijk, dit is natuurlijk een beetje flauw. Maar bij die artsen, ik denk dat het heel belangrijk is als een arts een gesprek met een patiënt aangaat. Dat die toch wel een beetje een idee heeft van wat is nou de kans dat zo'n patiënt daadwerkelijk ziek is. Ik wil toch nog één ding voorlezen. Die vond ik wel weer ook interessant. Ik zei al het thema van de letterlijkheid. Ook iets waar ik met betrekking tot religieuze zaken nogal eens problemen mee heb. Maar ik was wel getroffen door deze zin. We zagen dat de evangelieën de nodige bovennatuurlijke en onwaarschijnlijke verhalen bevatten. En dan zeg je, die symbolisch meer hout snijden dan historisch. Ja. En ik denk, maar dan zit je op een heel ander level. Op het moment dat je dat zegt. Ja. Heeft dat iets te maken met ook dat je zegt, ik ben geen metafysisch naturalist? Ja. Kijk, ik sluit het bestaan, ik sluit het bestaan van wonderen niet uit. Ja, nee, okay. Maar ik denk wel van, kijk, bij mij is altijd een beetje het beerput antwoord van als ik de wonderen in de Bijbel serieus ga nemen, dan moet ik al die mythen en al die verschillende wonderen. Scheermes van Ockham een beetje te hanteren. Ja, een beetje. Ja. En als ik denk van, ik denk daarvan, er is naar mijn idee een veel waarschijnlijkere verklaring voor die wonderverhalen dan dat ze daadwerkelijk. Maar je zegt ze snijden symbolisch meer hout. Wat bedoel je daarmee? Bijvoorbeeld een typisch voorbeeld wat ik ook in het boek noem. Dat is het beroemde Pilatusproces van Jezus. Mm-hmm. Jezus die komt bij Pilatus. En er is een andere misdadiger. Barabbas. En Jezus. Blijkbaar was er de gewoonte. Ja. Om een misdadiger vrij te laten. Ja, we hebben bij Pascha. Historici zeggen van, er is geen enkele aanwijzing dat zoiets ooit bestond. Het zou ook een beetje raar zijn met Pasen, het is allemaal oproer. Ja. Waarom zouden ze dan een misdadiger vrij laten? Ja. Het is een beetje een gek verhaal. Maar dan, kiezen de mensen natuurlijk voor Barabbas. Ja. Barabbas vrij, dat idee. Ja. Nou, en wat gebeurt er dan? Barabbas vrij en Jezus wordt gekruisigd. Nou, en een aantal vroege christenen die merkten al op van god, dat verhaal dat doet heel erg denken aan het Yom Kippur ritueel, waarbij de twee identieke geiten worden gekozen. En de ene die is de zondebok en die wordt de woestijn ingestuurd. En de andere die wordt geslacht om de zonde van Israël weg te wassen. Mm-hmm. Nou, en dan zie je dus, het grappige is dus dat die Barabbas in vroege manuscripten had diezelfde naam Jezus Barabbas. Er zijn bepaalde manuscripten gevonden waarin dus Barabbas echt de naam Jezus heeft. Dus je hebt Jezus Barabbas en Barabbas is dan ook nog Aramees voor zoon van de vader. Ja. Dus je hebt eigenlijk twee identieke mensen en de ironie, en dat leg ik ook in het boek uit, dat in het Marcus Evangelie schijnt, lijkt veel ironie voor te komen. De ironie is dat de Joden voor de verkeerde zondebok kiezen. En vervolgens wordt Jezus gekruisigd. En vroeg christenen die merkten al op van verrek, dat doet wel een beetje. Het is bijvoorbeeld in de brief van Barnabas, dat is dus weer een andere figuur dan Barabbas. Die heeft het Nieuwe Testament niet gehaald. Maar in die brief wordt al gezegd van dit is eigenlijk het Yom Kippur ritueel. En dan zie je dus dat een verhaal, zoals dat Pilatusproces, wat verschillende. Pilatus was ook een enorm hardvochtig iemand. Ja. Volgens Philo van Alexandrië en Josephus, dat moet echt een enorm wreed persoon geweest zijn, als je die bronnen mag geloven. Maar in het
evangelie is het echt iemand die twijfelt en die zijn handen in onschuld past. Ja, en, ik zie geen zonde in deze man. Nou ja, hij denkt van, wat voor persoon is dit als je dat met die andere bronnen vergelijkt? Ja, en dan zeg ik van oké, historisch zitten er allemaal haken en ogen aan het verhaal. Maar als je denkt van die schrijver heeft een soort van Yom Kippur ritueel proberen te beschrijven. Mm-hmm. Dan is het opeens een heel logisch verhaal. Ja, maar dan kun je natuurlijk nog zeggen, want kijk, hier is het symbool eigenlijk alleen maar een herleiding of een afleiding naar een ander ritueel. We kennen. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, nou, wat is nou de betekenis van zo'n ritueel? Ja. Het Yom Kippur ritueel was, dat is de allerheiligste dag in het Jodendom. Dat was de dag waarbij de zonde van het volk Israël werd vergeven. Nou, wat is nou de hele clue van het Nieuwe Testament? Jezus is gestorven voor de zonden van de mens. Maar dan ook daarvan is dan weer de vraag, wat betekent dat überhaupt? Ja. Als volk of als voor je psychische ontwikkeling, voor... En dan kom je op een heel andere dimensie natuurlijk. Ja, nou ja, ik denk dat die Dan heb je het niet meer over, is het nou letterlijk gebeurd of niet. Nee. Dan betekent, want wij herhalen dit verhaal ook. Ja, natuurlijk. Het is een enorm krachtig verhaal. Ja, ik benader het dan toch een beetje historisch wetenschappelijk. Ik ben er vooral ook geïnteresseerd van, zou dit nou historisch zo gebeurd zijn? Ja. En ik noem dit verhaal ook, omdat je natuurlijk bij deze analyse... Ja, kunnen we natuurlijk ook weer denken van, goh, lezen we misschien niet te veel in die evangelie? Want ja, het probleem met het... Maar of lezen we te weinig? Ja, dat kan ook. Als je dit zegt, kun je ook zeggen, we misschien lezen... Ja. Is een van de... Bedoel, dat was bijvoorbeeld ook mijn grote bezwaar tegen het atheïstisch manifest van Philipsen. Van, ja, je kunt een heleboel, zeg maar, deconstrueren... Mm-hmm. Maar je bent wel deze symbolische zin of de echt geestelijke zin ben je ook helemaal kwijt. Ja. Ja. En wat ik hier dus doe is echt, ik probeer het echt vanuit een wetenschappelijk historisch oogpunt te benaderen. Waarbij eigenlijk, dat hele spirituele, Dat laat je dan toch... Dat laat ik ook aan de lezer op. Dat is misschien ook de twijfel die ik heb bij het project. Van had je niet iets van die andere kant nog? Ja. Deze zin hè, die ik nu noem. Ja. Van wat betekent dat dan? Ja, iemand zei ook al van... Je had het boek beter kunnen opsplitsen in doorgeschoten patronen... in de wetenschap en in het christendom. Je kan er zo nog een boek over schrijven. Nee, maar... Dat is... Maar goed, dat is... Ja. Maar goed, al met al, ik vind het wel fascinerend. Je schrijft mooi. Je gaat echt van het ene thema naar het andere. Het gaat inderdaad over religie, over wetenschap, over maatschappelijke fenomenen. En een beetje in de lijn van... Ik vind het toch wel interessant ook, hoor. Dat nu, ook met Ronald Meester en zo. Dus die hele, laten we zeggen, statistische benadering... Ja. En dat die nu echt wordt ingezet ook om ons te behoeden voor allerlei dwaalwegen. Nou ja, en het complotdenken. Hè? Want dat is ook weer... Ja, complotten komen nooit in hun eentje. Op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk het web doorzien. Ja. En hier een complot. En dan opeens gaan ze allemaal complotten zien. Dat zijn ook weer doorgeschoten patronen. Absoluut. Ja, ik wil in ieder geval hartelijk danken voor je komst. En ik kan bij iedereen het boek van harte aanbevelen. Mooi geschreven. Je pakt er echt van alles en nog wat bij. En het biedt inzicht. En het laat je in ieder geval ook eens wat anders kijken naar allerlei verschijnselen. Dus goddelijke patronen. Dat was de bedoeling van het boek. Yes. Dankjewel.